Ik zit hier met Bert. En Bert is de verkoper van de Van Hogendorplaan. En we zitten op eigenlijk een van je favoriete plekken, hier in de tuin, hè? Ja, heerlijk. In de achtertuin, nu volop in de zon. Een plek om graag te zijn. Hoe lang woon je hier nou al, Bert? Wij wonen hier nu zo ruim 20 jaar. In 2003 zijn we vanuit een andere wijk in huis hier naartoe verhuisd. En in die tijd heb je heel veel gedaan, want dat heb ik gezien hier binnen. Je bent behoorlijk aan de slag geweest. We hebben dit huis destijds gezien. Het was eigenlijk nog een jaren 50 huis in de authentieke staat. En we waren zo verliefd op dit plekje, dicht bij het centrum van de huizen, dicht bij de natuur, bij de bossen, bij de hei, dat we zeiden van nou, wat er ook gebeurt, dit plekje gaan we van ons maken. Dus we hebben in 2003 het hele huis flink op de schop gehad. En we hebben uitgebouwd 3 meter. We hebben heel veel dingen vernieuwd in de woning. Dus daarom hebben we het eigenlijk helemaal eigentijds naar deze tijd ingevuld. Ja, en meest recent natuurlijk ook nog de keuken en dergelijke. Ja, de keuken vervangen. Het plafond is opnieuw gestuukt. De trap is gerenoveerd. De vloer in de kamer is geschuurd en opnieuw afgelakt. Een mooie eikenhouten vloer. En wat zijn nou de 3 verborgen voordelen van het huis die je niet ziet als je alleen maar naar de foto's kijkt op Funda of je leest alleen vluchtende tekst. Dus als je het huis in de eerste instantie ziet, dan zie je niet meteen dat er hier 16 zonnepanelen op het dak liggen. Die zijn liggen aan de achterkant, hè? Aan de achterkant en aan de voorkant. Die zijn afgelopen jaar geïnstalleerd en ik zal zeggen, we hebben daar in een jaar tijd een opbrengst van 5 megawatt op gehad. Dus okay. Dat is meer dan was voorspeld. Ja. Verder hebben we een mooi oprijpad met een elektrisch hek. Ja, dat zie je dus niet als je gewoon voor het huis staat. Maar aan de zijkant, naast de buren, zit een enorme oprijpad voor... Nou, ik denk 6 auto's. 6 auto's. Met een verbouwing hebben we er toch een soort van hoekwoning van kunnen maken. Zeker met die oprijlaan aan de zijkant. Je kunt met de auto een heel eind het pad op. Aanvankelijk kon je helemaal tot en met in de garage, maar we hebben de boel achter toch wel wat aangepakt. En wat zijn nou de favoriete zitplekken hier in en om het huis? In de achtertuin nu met de zon die hier de hele middag doordraait en tot en met de avondzon. Het plekje aan de keukentafel, want daar heb je de ochtendzon heerlijk, wat je soms overhoofd kan zien. Maar we hebben sinds kort ook daar zonwering, dus als de zon echt te fel op je krant of op het computerscherm schijnt, dan kunnen we het zonnescherm laten zakken. En je kijkt gewoon zo de straat in. Ja, we hebben hier daarom ook heel veel ruimte om ons heen. En we kijken heel mooi in het groen. Aan de overkant hebben we de Van der Bruggenschool, een basisschool. Ja, dus ideaal als hier kinderen zouden wonen. Dan kan je aan de overkant bij wijze van spreken naar school gaan. Kan je kinderen zien thuiskomen? Dat is natuurlijk een heel veilig gevoel voor ouders. Ja, ja, ja. En aan de Van de Duin van Maasdamlaan heb je de Montessori school. Dat is dus ook allemaal om de hoek. En er is nog een derde zitplek. De hut. Een heerlijke loungeplek. Het is een soort kleine kapschuur eigenlijk, maar wij hebben er maar de hut van gemaakt. We hebben er een kachel in, een houtkacheltje in staan, dus als het koelere avonden zijn of zelfs winteravonden, dan doen we een jas aan en doen we het kacheltje aan. En dan zitten we heerlijk s'avonds in de hut met een wijntje of met een tijdschrift of een boek. En dan een heerlijk plekje. Plek nummer 3. Hoe heb jij je woongeluk ervaren op deze plek? Ja, het woongeluk is van meet af aan heel groot geweest. Het begon al met even slikken om door toch een ouder huis heen te kunnen kijken. Vervolgens de tekeningen te maken om het huis naar ons zin te maken. En daarna ook met heel veel familie, vrienden en uiteraard ook een aannemer het huis zodanig gerenoveerd dat het helemaal naar ons zin is geworden. Nou, dat veroorzaakte toen al een enorm woongeluk en dat duurt tot vandaag aan de dag door. Ook naar alle andere renovaties. Heb je nog een speciale boodschap voor eventuele toekomstige bewoners? Het wonen op een hele mooie zonnige locatie, op een hele groene plek. Je loopt hier de straat uit, je loopt het bos in, je kan de hei op, je loopt naar de Tafelberg, je loopt naar Blaricum, naar Laren. Maar aan de andere kant op loop je naar het water, naar de kust. Je loopt hier zo naar het oude dorp toe. En dat allemaal vanuit een plek, als je dat niet wilt, dan zit je hier heerlijk in een hele ruime tuin met heel veel groen. Met kortom, een prachtig woonhuis. Kortom, beter als makelaar kan ik het niet vertellen. Kom langs.